Hey guys, toch iedereen, Mastke hier. En ik heb gisteren een video online gezet, of 2 dagen geleden. En die video noemde: ik ben 33 en heb geen vrienden. En in de voorbije 2 dagen heeft die video al 500 views gekregen, terwijl ik anders maar per video 30 of max 40, 50 views krijg in een hele maand. Dus die video is aan het opblazen, in 2 dagen nog maar pas. Waarom? Omdat dat de hype is dat mensen zeggen: ah, ik ben in de 30 en ik heb geen vrienden. Ik heb het niet gedaan om aandacht te krijgen, ik heb het niet gedaan om zielig te zijn, ik heb het niet gedaan om views te krijgen, ik heb het gewoon gedaan omdat ik in de wereld wou tonen van: oké, wij zijn mensen, mannen hebben het vaak heel eenzaam, dat vrouwen soms zelf niet begrijpen, want vrouwen hebben altijd wel een fuckboy die je wilt, en ook al wil iedereen seks met hen, ze hebben wel meestal iemand die je wilt, maar wij zijn soms zo eenzaam, als wij naar vrouwen sturen, niemand die reageert, en als we niet naar vrouwen sturen, maar we het opgeven, ook niemand die reageert. Dus we zijn zo eenzaam dat mensen soms niet kunnen begrijpen hoe eenzaam we zijn. En ik hoor daarbij. En er zijn heel veel mensen die dat ook hebben, want ik heb daar al in 1 dag tijd heb ik daar 15 tot 20 comments op gekregen. Ik heb de laatste 300 video's geen comments, niet zoveel comments gekregen. Dus mensen begrijpen mij, mensen steunen mij. Dus ik had niet verwacht dat ging opblazen. Hoeveel views, hoeveel comments, hoeveel likes ga ik nog krijgen in de komende dagen op die video, weet ik niet. En daar wil ik een vervolg maken. Ik wil daar misschien een reeks van maken van mijn zoektocht en mijn avontuur naar beterschap. En ook al komt er nooit beterschap, en ook al komt er wel beterschap, ik wil dat gewoon dus vastleggen op camera. Waarom? Dus, mensen zijn in de 30 en in de 20 kunnen zeggen: je studeert en je werkt nog en bla 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 bla. En je komt nog mensen tegen, je hebt nog mensen van middelbaar, je hebt nog familie. Maar na je 30 krijg je een relatie, of je gaat uit huis, of er gaan mensen dood, of de trouwen. Heel veel mensen krijgen kinderen en trouwen, vrienden. En daardoor zie ze ook niet meer en split je ook uit elkaar. En het was niet mijn bedoeling dus om te zeggen: oh, ik ben 33, ik heb geen vrienden meer. Nee, ik wil gewoon het taboe helpen. Want ik heb niet zoveel impact met mijn video's. Hè. Maar ik wil wel impact hebben. Ik wil eigenlijk bekend worden en met die bekendheid het taboe doorbreken. Dat we eigenlijk oké moeten zijn. Dat we niet mogen wenen. Dat we niet slecht mogen voelen. Dat we geen depressie mogen hebben. Sinds de corona zijn er zoveel mensen die depressie hebben. Dat is ongelooflijk. En dat wordt niet echt aanvaard dat we naar de psycholoog, laat staan naar de psychiater gaan. Terwijl dat er 10%, dat is 1 op 10. Dus als je met 30 in de klas zit, oké, bij kinderen niet, hè. Maar als je bijvoorbeeld met 30 in een groep zit, zijn er 3 mensen die aan de medicatie zitten voor psychische problemen. Hè. Dat zijn de cijfers, hè. 10%, dat is 1 op 10. Dus, en ik schrok daar ook van. Dus deze maand, binnen 2 weken, ga ik naar een psychiater. Ik ben vorig jaar naar een psychiater geweest, een heel jaar traject, maar toen zijn we verhuisd, toen is dat gestopt. En ik zei ook: ik wil eigenlijk geen medicatie, want ik neem al medicatie. En medicatie is zo'n vocht ding. Als het helpt, super, hè, maar bijwerkingen, en je weet dan niet welke bijwerkingen dat zijn. En je krijgt een kleine lastjes, is het dan daarvan? Of je krijgt... En ik heb ooit een keer medicatie gepakt. Het enige dat ik kon pakken, dat in combinatie werkte met de pillen dat ik pakte voor mijn Tourette. En ik heb daar zoveel last van gekregen, van die antidepressiva, dat ik er onmiddellijk bij me moeten stoppen. Dus, maar nu wil ik het wel weer proberen. Wat gaat die vent zeggen? Eigenlijk is een psychiater een overkoepelende factor die zegt van: oké, we gaan je naar bijvoorbeeld het Centrum voor Geestelijke Gezondheid, CGG, sturen. Of we gaan je naar een psycholoog sturen. Of we gaan je dagtherapie geven. Of we gaan je medicatie geven. Of we gaan iets zoeken. Maar hij probeert dat allemaal zo wat te overzien. Maar ik heb gewoon nog nooit echt goede psychiaters gehad. En ik ga nu momenteel ook naar een therapeut, psycholoog, whatever. Maar dat is maar even 1 uurtje in de 2 weken praten, blablabla. En dat komt er eigenlijk niet uit. Ik zou eigenlijk elke dag 3 uur moeten praten. Daarom ben ik met die video's begonnen. Omdat ik wou praten. En vroeger maakte ik nog domme schetjes. Maar nu is het eigenlijk gewoon vlogs. Omdat ik bezig ben over wat dat mij allemaal scheelt. En ik wil zoveel vertellen dat mensen geen uur willen luisteren naar mijn video's. En daarom probeer ik het zelf niet eens meer. Maar nu dat die video zo goed is aangeslaan, denk ik van: oké, ik wil de mensen helpen. En ik wil ze door mijn reis meepakken. En ik wil gewoon een verandering maken voor de mensen hun leven. En misschien een inspiratie zijn. Wat ik 10 jaar geleden was met die Chinese documentaire. Waar ik dus nog altijd van berichten krijg van Chinezen. Die zeggen van: hey, ik heb je eerste documentaire gezien. Maar weet je wat dat is? Ik heb depressie, chronische depressie. En daardoor krijg je hormonen
niet neurotransmitters, dus hormonen in de hersens, niet of verkeerd of in disbalans, dus uit balans, uit evenwicht. En daardoor vind je gewoon dingen niet meer leuk. Dat heeft dus te maken met dopamine, dat is het beloningshormoon. Als je bijvoorbeeld seks hebt, of als je cocaïne snuift, of als je alcohol drinkt, dan ga je dopamine omhoog. Dat heb ik niet meer, dus als ik iets leuks doe, voel ik het niet meer. Hè? Serotonine is als je zon ziet. Ja, ik zit al de hele dag binnen vaak en in de winter is er geen zon, dan maak ik het nog harder. En daardoor, serotonine is het gelukshormoon, maar eigenlijk heeft dat ook gewoon te maken met hoe dat je voelt en al. Iedereen gaat altijd in de zomer, iedereen ziet er beter in de zomer. Als je pijn hebt in de zomer, is het altijd minder erg. Je kunt de hele dag gewoon in de warmte zitten en zweten en toch gaan moe zijn en toch ga je goed voelen als je de hele dag op zand hebt gelegen. Dus de zomer is gewoon veel beter. Ik ga zo weinig naar buiten dat ik niet meer het effect heb van vroeger toen ik ging gaan zwemmen en veel wegging. Maar de zomer is gewoon altijd gewoon leuker. Dit koud weer is gewoon kut. Maar dus mensen zeggen altijd, ja, zoek een doel. Maar ik heb dus van mijn 17 tot mijn 22 op sterven gelegen. En mensen zeggen, op sterven gelegen? Ja, ik lag echt op sterven. Want ik heb jaren in mijn bed gelegen met ijspacks op. En soms zelfs zonder ijspacks op. Ik had hoofdpijn, chronische, acute aanvallen, hoofdpijn. Constant, dag in, dag uit, dag en nacht. Niks hielp. Ik kreeg geen pillen voor mijn Tourette. Ik kreeg geen slaappillen om te slapen. En ik kreeg geen pijnstillers. Dus ik kon gewoon soms 40, 50 uur wakker zijn en gewoon niet slapen en kapot zijn en televisie kijken tot 7 uur 's morgens omdat ik gewoon niet in slaap viel. En ik ben dan beter geworden dan met 22, 23. En dan hebben ze die documentaire gemaakt. En dat was ik eigenlijk al een van mijn beste periodes. En dan zei ze, amai, ja, Marty, amai, 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 inspirerend. Ja, maar ze hadden mij eigenlijk moeten filmen die 5 jaar daarvoor, toen ik eigenlijk doodziek was. Maar ik heb dus heel veel moeite gedaan om boogschieten en te gaan lopen en te gaan fietsen en te gaan skaten en te gaan uitgaan en te gaan filmen met mijn vrienden en naar de muziekschool gaan en trainen en alles, en zwemmen. En ik heb alles gedaan en ik ben ook beginnen daten, ik heb relaties gehad, ik heb alles. En ook met de trein rijden naar Henk en Hasselt, en dat zijn uren ver, hè? 2 uur, 3 uur, 4 uur ver soms. En vaak naar Antwerpen en Brussel. En op een gegeven moment, na de lockdown, stopte alles. Ik kon niet meer daten, heb ik Chanel leren kennen. En daten was mijn leven, dus na de relatie kon ik ook niet meer daten. En dan had ik wel een relatie, maar je moest niet meer naar buiten gaan, want ja, je bent er samen altijd. En dan op een gegeven moment heb ik prikkelbare darmen gekregen en mijn diabetes is bijna last te doen en liesbreuk gekregen allemaal aan reflux en om voeding bij te letten en heel lekkere dingen meer mogen eten. Zorgt er ook voor, mensen zeggen, het is maar eten. Ja, dat je nog maar 10 of 12 dingen mag eten elke dag. Dat is niet meer, dat is het niet meer, hè. Dus ik eet letterlijk glutenvrij brood, mayonaise, glutenvrije paté, salades, tomaat, wortel, appelmoes, worst, aardappel en wat heb ik dan gezegd? Ja, en glutenvrije koekjes, glutenvrije ijsjes en snoep. Ja, niet alles snoep, maar oh ja, dat is het zo. En dan kan je zeggen, oh ja, snoep, ja, maar ook niet zoveel snoep, hè, want ja, ik heb diabetes, dus vroeger had ik een hele maaltijd snoep en nu eet ik dat gewoon niet meer. Nu eet ik af en toe een keer snoepje en dan spuit ik minder. Vroeger spot ik gigantisch veel, want ik heb heel zakken snoep op. Maar mensen zeggen, zoek een doel. Maar ik heb gewoon geen doel meer, want ik heb al alles geprobeerd. En ja, ik ga nog altijd aan de muziekschool. Ja, we zijn verhuisd, maar het is exact hetzelfde als in Brugge. Er is niks veranderd en ik voel me nog altijd even leeg. Ik voel me echt gewoon leeg. Ik heb niks meer in mijn leven van doel. En ja, ik wil genezen. En ja, ik ben bezig met geneeskunde. Maar het is gewoon niet meer leuk. Ik ben alleen maar bang dat ik zieker ga worden later. Dat ik vroeg dood ga gaan. Dat ik geen leven meer ga hebben. Het weegt op iedereen die mij ziet, dus ik durf gewoon zelf geen contact meer te leggen met de meester of met de leerling in mijn les. Ik durf daar zelf niet eens mee af te spreken, want ik ben bang dat het gaat mislukken. Dat is het erge. Ik ben bang dat alles gaat mislukken. Als ik iemand leer kennen op online, een jongen of een meisje of iemand die hetzelfde meemaakt en ik vertel heel mijn verhaal, dan zeggen ze, ja, het is toch wel te zwaar hoor. Je hebt zoveel problemen gehad, ik wil dat niet.
En dan stopt het, of ze antwoorden gewoon niet meer terug. En ik denk van, ik wil niet zielig doen, maar ik wil gewoon dat iedereen het weet hoe zwaar het is voor sommige mensen. En niet alleen voor mij, er zijn miljoenen, honderden miljoenen mensen in heel de wereld die dit meemaken en niemand durft er vooruit te komen. Of heel weinig mensen. Dus respect voor die mensen en begrip voor die mensen. Want mensen begrijpen niet wat depressie is en psychische problemen. En mensen aanvaarden het niet. En mensen willen het niet weten. Ik snap dat ergens wel, maar ik ben ziek. Ik wil ook omgaan met mensen die... Ik zou wel omgaan met mensen die gezond zijn. Want dan word ik ook gezond. Maar die begrijpen ons niet. Soort zoekt soort. Dus ze moeten niet zeggen van... Oh ja, ga uit en ga naar feestjes en ga naar festivals. Nee, want dat zijn rokers, dat zijn drinkers. Die mogen alles eten, die zijn gezond. Die begrijpen mij niet. Daarom wil ik mensen die een beetje ook hetzelfde meemaken als ik. En daarom kom ik met die video uit dat misschien mensen gaan vinden... die het zelf mee maken. Dus je mag mij altijd sturen op Facebook of op Instagram. Het is Marty Masterkey overal. Dus of commenten op deze video. Ik hoop gewoon dat ik hiermee de mensen kan helpen. En mezelf er een doel kan geven om dit lot te verlichten. Oké, see you next time.